Aanstaande dinsdag is het tijd voor de Haring Party. Een jaarlijks terugkerend evenement van Nijmeegse ondernemers, waarbij geboden wordt op het eerste vaatje nieuwe haring. Om te bekijken of het de moeite waard is, gingen de haringmaatjes van Nijmegen donderdagochtend alvast voorproeven. Dus even kijken of het vetgehalte van die haring zorgt voor een goede smaak, ook dit jaar weer. En soms zijn ze wat mager en soms zijn ze wat vetter. En eigenlijk hoe vetter, hoe mooier. En we hebben natuurlijk best wel kans dat die goed vet zijn dit jaar. De haring is fantastisch. Echt. Dus, ik heb een partij uit Schotland kunnen vinden. Wij doen eigenlijk met verschillende leveranciers zaken. Vervolgens gaan we kijken van, wat is de beste leverancier, welke springt eruit. Vervolgens gaan we ook verschillende partijen proberen. Ja, en dit keer is die netjes uit Spakenburg meegekomen. En het is een Schotse haring. Mooi, vol, vet en romig. Dus super tevreden. Ja. Het is niet alleen het eerste vaartje dat wij veilen per opbod, maar we hebben ook een veiling met het zogenaamde Amerikaanse systeem, zodat iedereen een kleine bijdrage kan geven aan die goede doelen. En in feite als je een bepaald bedrag rondmaakt, op een gegeven moment ook nog eens een keer met een relatief klein bedrag, ook echt zo'n eerste vaartje kunt winnen. En daarmee hebben we alle jaren een goede opbrengst gehaald voor Nijmeegse doelen. De goede doelen zijn dit jaar de stoomgroep De Goffert en het Mariekehuis. Bij de echte Nijmeegse goede doelen.